Het IMF heeft de vijfde beoordeling van het programma voor Suriname afgerond, waardoor $62 miljoen beschikbaar komt, waarvan $25 miljoen voor begrotingssteun. Het eindresultaat komt binnen van positieve economische groei, dalende inflatie en toenemend investeerdersvertrouwen. Autoriteiten blijven streven naar fiscale discipline, bescherming van kwetsbare groepen en institutionele hervormingen, terwijl het monetair beleid desinflatie ondersteunt. De boodschap benadrukt waardering voor de inzet van het volk en vooruitgang naar duurzame ontwikkeling. In de gebieden bekend als lijn 7, lijn 8 en de Kaimanpolder in het resort Wageningen, Nikeri, hebben 10 middenstandsboeren de afgelopen 6 maanden een areaal van ongeveer 5000 hectare van staatsolie gereed gemaakt voor paddy-inzaai. Dit gebied is via het ministerie van LVV gehuurd door een coöperatie die het beheer zal voeren. De boeren hebben al ongeveer $5 miljoen geïnvesteerd om dit lang ongebruikte gebied, waarvan sommige delen al 35 jaar braak liggen, in te polderen. President Chandrika Prasad Santokhi bezocht het project en beloofde alle mogelijke steun aan de ondernemers. Op de Internationale Dag van de Bossen 21 maart heeft het ministerie van ROM verschillende initiatieven aangekondigd ter bescherming van de bossen. Ook werkt het ministerie samen met Frans-Guyana om kwikgebruik in de goudsector aan te pakken en wordt er gewerkt aan een nationaal klimaatakkoord. Ondanks een bosbedekking van 93% erkent het ministerie de uitdagingen, zoals het verkeerd gebruik van gevaarlijke stoffen en illegale activiteiten die de bossen bedreigen.